Dag allemaal. Nou, even weer een nieuw projectje. En wat gaat het worden? Nou, ik heb overal in mijn werkplaats en rondom heb ik allemaal stukken hout staan. En dat zijn geen balkjes, dat zijn allemaal balkjes. Dus geen plankjes en dat soort dingen meer. En eerlijk gezegd, ik zie langs pand door de bomen het bos niet meer. Dus ik ga nu even iets maken wat daarvoor geschikt is om al die balkjes op te ruimen. Zodat ik een beter overzicht heb. En na de intro laat ik jullie even zien hoe ik het bedoeld heb. Ik heb even een schets gemaakt. Dat ziet er dan zo uit. En ik heb er bewust voor gekozen om vier vakken van 40 centimeter te pakken. Want dan zit ik op 1,20 meter. En 1,20 meter is namelijk de lengte van een plank van een pallet. Dus... En had ik hem groter kunnen maken, ja, dat had wel gekund, maar dat was dan maar 10 centimeter langer geweest. Want hij komt in die achterste hoek te staan. En dat vonden ze niet nodig. Dus vandaar dat ik heb gekozen voor 1,20 meter. En er dus vier vakken van 40 centimeter in maken. Die allemaal een verschillende hoogte krijgen. Zodat de langere stukken hier kunnen staan, de middelste stukken daar kunnen staan. En de korte stukken daar kunnen staan. En ik heb 8 planken nodig, heb ik zo straks uitgerekend. Dus ik ga eerst even een pallet uit elkaar trekken. Om even 8 planken te pakken. Nou, ik had geluk. Ik vond nog een pallet met planken van die ruim 1,30 zijn. Dus dat is natuurlijk ook wel weer mooi. En het is allemaal goed spijkervrij. En wat ik nu ga doen, ik ga deze planken, die zijn 10 breed, die ga ik allemaal in tweeën zagen. Ik heb nu 16 planken van 4,5 breed, 1,34 lang. En daar ga ik nu op basis van die tekening, ga ik het stuk even afkorten op de afkortzaag. En dan even in elkaar zetten. In ieder geval 4 keer een meter heb ik nodig. Dus die ga ik eerst maar even doen. Dit soort kleine stukjes, dat hou ik natuurlijk niet. Maar dit is dus wat ik bedoel. Ik had dus veel minder hout hoeven te hebben. Ik weet niet waarom ik nou die fout heb gemaakt. Ik denk dat het ook heeft te maken met het feit dat ik in eerste instantie dacht dat die planken maar 1,20 lang waren. Maar goed, ik hou nu zulke stukjes over. Ja, en dat zul je in. En, kijk. 2, 4. En ik hou weer 6 van zulke latten over. Ik heb wel vaker dit soort dingen. En, daarvoor ga ik nog iets bouwen. Waardoor ik dat op een normale manier kan opruimen. Dus dat gaan we nu even doen. Je houdt op deze manier altijd wel mooi allemaal aanmaakhout voor je kachel over. Maar goed, daar heb je natuurlijk nu weinig aan, omdat de kachel nou niet aan hoeft. Maar zo worden de planken mooie die je gebruikt. En je hebt meteen wat...
wat aanmaak hout. Alleen ik moet wel oppassen voor je splinters, want ik had net alweer een joekel van een splinter in mijn ving. Op basis van de tekening ga ik hem natuurlijk in elkaar zetten. En ik vind het wel even belangrijk dat het haaks wordt. Dus vandaar dat ik er even een winkelhaak bij heb. Zo. Ik schroef ze even, boor ze even voor. Ik heb een idee, want ik heb toch latten genoeg. En dan ik ga het hoger even doen. Voor de versteviging. Ik heb net besloten om het. Om dit zo nog erop vast te maken. Nou, dit is dus één kant. En ik ga nog zo'n set precies hetzelfde weer maken. Dus dat ga ik nu even doen. Oh, nu dat we dus twee van deze panelen in elkaar hebben zitten, moeten ze nu aan elkaar worden gezet. En dat ga ik doen met die stukjes van. Hoe heet dat? Van 25. Dus dan ga ik vanzelfsprekend ook allemaal even weer voorboren.
hij zit niet meer in elkaar en nu ga ik hem even op zijn plek zetten. Zo. Nou, dan schroef ik hem er even aan de muur vast. Zo spannend is het natuurlijk allemaal niet. Staat hier de kwestie van dat wat ik heb, er gewoon in stoppen. Deze raak ik ook al door kwijt, dus die gaat daar. Dan doet het weer een middelmaat, dus die gaat dan daar. En dus heb ik hier weer van alles liggen. Dit is niks. Nou, deze voelt nog wel wat. Die kan weer in een kleine vak. Waterpas, die staat ook al te dun de weg. Dus die zet ik hier ook mooi in. Oh, oh ja, zo. Die kan wel zo. Nou, ik heb even een aanvang gemaakt met het opruimen van die kleinere stukken die ik overal vond. Kijk, zo staat het mooi bij elkaar. Nou, op deze manier ga ik al het hout, alle balkjes en latten die ik overal nog even tegenkom, ga ik even mooi sorteren. En dan heb ik het tenminste allemaal een beetje op een overzichtelijke manier bij elkaar staan. En het past hier mooi in deze hoek, dus daar heb ik geen last van. Dus, nou, ik heb mooi van pellethout gemaakt, dus dat kost ook allemaal weer niks. En zo zie je dat je met allemaal restjes die je hebt en met stukjes hier liggen. En kun je dit nou mooier in elkaar zetten? Ja, 100%. Daar kun je een heel meubelwerk van maken als je wilt. Maar uiteindelijk, kijk, het is hartstikke stevig. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om dat je een fatsoenlijke ruimte hebt om dingen op te ruimen. En dat het stevig genoeg is. Nou, ik hoop dat je hebt genoten van deze video. Heb je nog vragen of opmerkingen, kan het hieronder natuurlijk altijd even. Ben je nog niet geabonneerd, zou ik het fijn vinden als je dat nog even doet. Druk ook op het belletje. Als je het belletje drukt, krijg je namelijk automatisch weer een berichtje wanneer er weer een nieuwe video komt. En ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.